Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb de afgelopen week heb ik zoveel dingetjes gevlogd en weer niet gevlogd en dan weer een klein beetje gevlogd en dan links en rechts weer een beetje gevlogd, dat het een beetje onduidelijk is geworden hoe de vlog nou precies in elkaar zit. Dus daarom heb ik een aantal dagjes, maar ik geef een beetje toelichting wat ik op die dag ging doen. Laten we beginnen met vorige week zondag. Shawel mensen. Assalamu alaikum mensen. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. En vandaag. Voordat we gaan beginnen met de vlog mensen. Ik heb daar gisteren een video over gemaakt. Ik ga niet tegen jullie zeggen check de video. Maar het komt erop neer op het volgende. De-abonneer nu allemaal op dit kanaal. En abonneer vervolgens dan weer. Dus een knopje indrukken. Waar bij het abonnementenknopje dus de-abonneren. En dan weer abonneren meteen. Waarom? Omdat je anders niet meer mijn video's in je dinges krijgt. In je abonnementenlijst. En dat moet het als goed is weer fixen. Hey, geluw. We zijn er weer. Je bent er weer, hè. We zijn er weer. We waren even. Ik was ook nog even een dagje naar Soes geweest daar in Tunesië. Zie je? Hier was die. Zie je het? Oh, is dat die club? Nee, dat is Tunesië. Oh, Tunesië. Oh. Tunesië. Oh. En hoe was het, Youssef? Het was lekker, man. Het was lekker. Ja. Beter dan Marokko. Nee, niet beter dan Marokko. Even goed als Marokko. Even goed, zeker. Zeker. Dat wil ik jullie zeker. Die wil ik jullie zeker geven. Wij gaan over twee weken. Jij gaat over twee weken? Ik ga over twee weken. Ik wil wel een paar snappies zien, hè. Oh, maak even Snapchat aan dan. Nee, allemaal toevoegen Snapchat. Galil toen zien. Heb je niet? Mag niet. Je hebt een verbod gekregen. Ik heb een soort van verbod gekregen. Laten we daar maar bij. Sure. Kijk eens wie hier weer is. Gizol. Ja. Gezellig hoor. Ja. Dat betekent dat er weer filmpjes aankomen mensen, dat begrijpen jullie hopelijk wel. Ja. Ik heb iedereen geboycott die wilde filmen, ik moest mensen wegslaan. Maar het gaat weer eraan komen mensen. Achimeister is weer back hoor. Lekker man. De Achimeister. Ja, je zit er weer in, hè? Geen keuze. Waar zitten we? Er zit geen ontkomen aan. Bok to go zitten. Yes, we zijn naar Rotterdam gegaan om eventjes hier. Kijk, je hebt hier nog nooit gegeten, hè? Nee. Ik zeg nu mensen, en dan mogen jullie mij uitdagen, ja of nee. Dit is de beste noedelplaats waar ik gewoon ooit heb gegeten. Beter dan Easy, beter dan al die andere dingen. En als Jozef dat zegt, dan. Is het meestal is het wel zo, hoor. Meestal, van 9 van de 10 keer. Ziet er wel dood uit. Hij ziet er wel lekker uit, hoor. Ziet er dood uit. Maar jij bent sweet chili. Jij moet weer apart zijn, hè? Mm-hmm. Ja, neem ook even wat noedeltjes erbij. Een stukje vlees, wat noedeltjes erbij, Achie. Ja. Dat stukje kip smaakt al lekker, hè? Ja? En die noedels? Nee, neem even een beetje noedels dan. Hij wil smaak, man. Het zijn wel dikke noedeltjes, hè? Het zijn de udo noedels. Dikke noedels, lange noedels, rame noedels. Eenmaal bestellen, zeg ik tegen mij, bestellen voor jou. Nee, echt. Ja? Beter als Easy zeker. Want die geur is ook. Die gaan we beef krijgen. Gaat Easy straks gaan ze beef krijgen met Wok to Go. Dat ruikt naar maaltijd, dit. Lekker, man. Ik ga ook even eten, mensen. Zacht. Na even wat gechilled te hebben met de boys, aangezien ik ze een tijdje niet had gezien, we waren op vakantie, was het alweer tijd voor de volgende dag. Ik ben best wel vroeg al wakker gemaakt, 7:30. Het is ook weer de eerste dag zeg maar, voor kinderen die naar school weer gaan. Tenminste bij mijn regio, hè, gewoon in Den Haag. Maar in ieder geval mijn broertje, die moest dus weer naar school, mijn broertje. En ik werd wakker van het geschreeuw in de ochtend met mijn broertje. Even, nee, die kleren wil ik niet aan, ze gaan me pesten. En vandaag is ook weer voor mij de eerste dag dat ik weer richting, even kijken. Oh ja, ik moet hier alweer terug. Na 6 weken volgens mij, 5, 6 weken uit de roulatie. Eerste dagje weer Funix radio uitzending. En mijn lieftallige collega, a.k.a. mijn lieftallige producer, die is op vakantie, Dia. Er is iemand anders daar. En dat betekent dat ik eigenlijk veel dingen ook zelf moest regelen, snap je? Omdat diegene normaal gesproken dit niet doet. Dus daarom moet ik dit zelf regelen. Tenminste, deze show niet doet. Moet het goed zeggen. Dus heb ik heel veel dingen zelf geregeld. Artiest, iemand die langs kan komen, interview, bla bla bla. Heel veel dingetjes. Maar ik vind het weer leuk. Ik voel me weer, je weet toch, back on the grind. Oh, politie. Oh, politie. Politie. Kijk, ben ik snel genoeg? Hier, kijk, politie hier.
Heel wat anabole. Heel wat biceps dikker dan, dan zijn Ede. Nee, zijn biceps zijn dikker. Ik zeg niet dat je hoofd dik is. Je hebt sowieso een insult gemaakt. Nee. Kijk, luister jongen. Er zijn veel Colombiaanse churros eten. Ja? Kijk, deze chachi bro. Ah, bro. Je ziet er wel kasto uit, hè? Oh, kijk, ze doen het nog een keer. Maar eerlijk, spuit je steroïde of niet? Ik vind het echt eng, man, Nivo. Hé, naalden en helemaal niet daar. Ja? Heb je nooit daar wat gespoten? Nee, man, boy. No worries, ik ben echt daar. Maakt niet uit hoeveel ik verdien met je. Want ik ben niet liefst, ik ben clean met je. Als het moet ook daar in de team met je. Je gaat zien dat als je op me liet, dan ik het nog steeds tien keer team met je. Praat niet over de zit in die kilo. Waar blijft die stukje? Waar blijft die stukje? Papito. Hier is die stukje. Machos, schat die flikkers net als nachos. Nachos, net als tornados. Iedereen voelt zich nu Pablo. Pablo, zegt die mannen, ik heb paso. Ik heb paso. Ik wil move en ons vamos. Eso namen Colombianos. Ik zie je niet willen te burnen, maar je kan niet burnen, want het is een payback. Dat in een ass. Bereid je voor op die. Payback. Metafoor, ja, dubbel. Zo was het. I love it. Ja. I love it, Nibbel. Nu zie je, ik begin te turnen, dus je kan niet burnen, want er is geen way back. Alsof je een rug betaalt in het Engels, bereid je voor op die payback. Hey, Nibbel. Luister dan. Dat van jou is vuur. Maar ik wil gewoon, kijk, niet te veel details geven. Maar ik liet je net wat horen. Ja. Wat vind je daarvan? Eerlijk, je bent producer, je bent rapper. Gewoon eerlijk. We gaan niet te veel praten. Maar je moest ook komen. Fucking hete dingen voor jullie, man. Oké. Hij gaat afmaken, het is gewoon klaar. Okay. De rest van de hele scene kan beter inpakken. Nee, dat is weer te veel, dat is weer te veel. Of gewoon lekker emigreren naar... Hasta luego. Hasta luego. Dit is fuego. Maar jij gaat er ook aan komen, Nuffel, sowieso. Ik zei het al 100 keer, je blijft in mijn achterhoofd. Bro, het wordt tijd dat ik naar jouw voorhoofd ga kruipen. Ja, mensen. Hey, mensen, mijn uitzending klaar. Ik weet niet waarom ik deze bril op heb. Omdat ik een beetje op dingen lijk, op Robbie. Lijk ik op hem of niet? Bro, jij bent Houston. Was ik zo doe. Red Lafayette Street. Alles wat voor niets. Dat is Houston. Ik ben dat op de fiets. Pauw. Alles wat die fiets. Pauw. Laurens, kijk naar mij, gek. Straks valt ze op dat bek. En ik zeg het jullie heel eerlijk, hè, mensen. Zo vaak als ik een foto post op zo'n manier. Dus dan doe ik bijvoorbeeld die patch een beetje omlaag. En ik doe zeg maar die bril zo. En een beetje je hoofd zo omlaag. En ik post dat op Snapchat. Ik weet niet of het komt omdat hij Robbie ook. Zeg maar, hij heeft altijd dit op. Of omdat ik echt gewoon op hem lijk. Of omdat hij gewoon ook, zeg maar, hij zegt ook altijd pauw. Ik ben met die boys op deze streets. En we doen het niet voor niets. Rijden die merry geen fiets. Ai, want mijn jongens moeten bewegen. Die kan ons niet laten je vijgen. Alles wat ik doe ga ik overnemen. Ja, sorry Robbie, maar je weet, dat is mijn beste imitatie van jou. Paal, paal, paal. Ik ben benieuwd, wie kwam eerder met die paal? Hè, Robbie of... laat maar zitten, tikken en zo naar Robbie sowieso. En die volgende dag toen merkte ik van... Oh ja, Youssef, je bent wel heel weinig aan het vloggen. Dus ik sprak mezelf daarop aan in de spiegel. Zeg maar, jij bent vlogger. Zeg maar, jij kan nog steeds zeg maar, vloggen. Zeg maar, je doet niet even 3 minuten per dag die camera in de lucht gooien, dan zeg je je bent vlogger. Zeg maar, jij bent vlogger. Zeg maar. Dat is de homa. Wat is die dan? Ik weet dat het veel te vroeg is, man. Voor mij ook, man, maar ja, wat moet je doen? Kijk eens, man. Ja, man, Ollaar wordt goed voor mij gezorgd, man. Kijk eens. Heeft dit figuur ook bij jou geslapen? Dit figuur heeft bij mij geslapen, ja. Die gaat nu naar huis en gaat verder slapen. Slaap lekker! Waarom? Gerin komt eraan. Wat? Galiu? Ja. Ja, wat denk je dan dat ik garage ga betalen bij die Schiphol? Dus gaan we naar broer. Dus ik hij moet betalen? Nee, ik ga daar voor de deur staan. En hij gaat... Wat denk je? Toch? Khalil, it's better if you sit next to... Daarna ging ik nog eventjes Mo, dus ging ik Mo en Galiel ging ik, zeg maar, ik ging naar Panix rijden. Vanaf daar pakte hij de auto en hij moest zijn moeder ophalen van Schiphol, want die kwamen weer terug van Tunesië, mensen. Woe, ik heb echt stress deze dagen, mensen. Geloof mij, ik heb echt stress. Weet je waarom, mensen? Weet je waarom? Omdat dit land moet je alleen maar betalen. Alleen maar betalen.
Zoals zij dat zegt, alleen maar butt halen. Echt, kijk. Ik heb hier. Hier, ik doe even snel zo, zodat je niet alle gegevens ziet. Hier, dit. Jullie dit? Dit? Is belasting. En boetes. Ik heb zonder geintjes en dan wil ik niet overdrijven of stoer klinken, want het is absoluut niet stoer. Ik heb boetes gekregen, maar op een gegeven moment hou ik het niet precies meer goed bij. Daarom is het best om echt een soort van, ik heb een assistent nodig die alles bij gaat houden. Maar boetes gekregen die op een gegeven moment 2 keer zijn verhoogd. Dus ze begonnen met 90 euro, werden uiteindelijk boetes van 200 zoveel euro. Ja, ik heb misschien met, denk ik 2000 euro heb ik betaald en allemaal van dat soort dingen. Echt super zonde van je geld. Super, super zonde. Maar ja, als je niet betaalt, dan komen ze je halen hier thuis. Daar heb ik ook geen zin in. Maar goed mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze een beetje gek vlog. Maar wel gewoon een leuke vlog. Vonden jullie het leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw.